En we gaan het hebben over beleggers in Galop. Ja, oh, Flipsen, goedemorgen. 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 Uh, steeds meer, uh, vooral jongeren beleggen in cryptomunten. Ja. Het wordt zo ook steeds makkelijker gemaakt met appjes die je kan downloaden via iDeal. Kan betalen voor je tweet. Staat het erop? In Almere zit zo'n bedrijf, hè? Bitcoinmeester. Ja. ja. Dat is een, 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 een vrij groot speelmarkt. Grote spe ja. Ja. ja, ook transparant. Uh, blocks ja. heb je natuurlijk ook. Uh, ja. bugs. Bucks. Ja, wie heeft het niet even? Ja, er zijn heel veel van die van die. Zoveel, ja. 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 um, op, op zich kan het natuurlijk goed uitpakken. Ja. Maar heel veel mensen doen het zonder er echt iets van af te weten. Ja. Dat, en daar raak je feitelijk nu eventjes, denk ik, de, de, de kern. De crush. Ja. Kijk, als we kijken naar... Uh, naar beleggen is een enorme, enorme hype in... Ja. He, uh, het marktonderzoekbureau Kantar die kwam met uh, cijfers dat dit jaar 200.000 nieuwe beleggers de markt uh, hebben betreden. Uh, en we zijn de magische grens nu gepasseerd van 2 miljoen huishoudens die in Nederland beleggen. En AFM gaf aan dat we dus op dit moment zitten op een stand van 1 op de 5 huishoudens belegd. Als we kijken naar 2020, was 11% van uh, alle mensen was aan beleggen. Dat is 1,6 miljoen huishoudens. Dat is gegroeid nu naar 20%. En ik schat met de tempo waarin we nu zitten. dat we misschien wel gaan naar zomer 2022. naar 30% van de mensen, de huishoudens die aan beleggen zijn. Maar dat is beleggen? Is dat dan al altijd nee, maar in cryptomunten? Nee, beleggen is okay. algemene krediet Dat kan in vastgoed zijn, dat kan in aandelen zijn, obligaties. Uh, Crypto-onderdeel. Crypto zie ik wel even als beleggen. Wel een bepaalde vorm van beleggen. Maar elke belegging heeft een specifieke kenmerk. Ja. Nou ja, en daar waarschuwen natuurlijk allerlei partijen op dit moment voor. Dat dat beleggen natuurlijk toch wel uh, bepaalde risico's met zich meebrengt. Uh, en dat is natuurlijk ook logisch. En ja, wat dat betreft kan je een paar algemene uh, wijsheden kan je hier lanceren. Dat is zeggen, nou ja, beleg alleen. Uh, als je er verstand van hebt. Hè? Ja. Zorg wel dat je je verdiept in de materie. Beleg altijd met geld wat je over hebt. Ja. Dus iemand die, ik noem wat, 50.000 euro heeft... En zegt, nou ja, ik heb eigenlijk 10.000 euro daar echt van nodig voor de onverwachte onvoorziene omstandigheden. Nou, dan mm heb -hmm. je dus 40.000 euro om te beleggen. Nou, ja. Dat is op zich denk ik goed om te weten. Als je, had je dat maar gedaan in het begin van de, van de Bitcoin, hè? Absoluut. Oh, Absoluut. Dan was je nu ja. rijk geweest? Ja. En wat, je, en wat je dus nu, wat je natuurlijk nu vooral ook ziet, is dat, uh, dat uh, wat mensen, mensen beleggen eigenlijk wel heel makkelijk. En ik snap het ook wel, want als je nou kijkt, waarom beleggen we nou met z'n allen nou zo, als, bijna als dolle? Het wordt je ook makkelijk gemaakt. Hè? Het, je begon er al intro, het, het, wat je makkelijk gemaakt reclames, uh, uh, televisie. Know, je, je riep iets over spaargeld. Ja, wat moet je anders met je spaargeld? Dat room alleen maar achteruit. En Als, ja. je, als dit goed gaat, ja. dan heb je een enorm rendement. Klopt precies, ja. Dus spaargeld, uh, het wordt makkelijk gemaakt. Uh, spaargeld. De rente is extreem laag, dat weten we. Um, daarnaast zien we dat iedereen begint door te krijgen dat inflatie wel degelijk een rol speelt. Hè? Ik bedoel, op het moment dat je leest in de krant: 5% inflatie in Amerika, 6%, in Turkije 20%. Dan kan je op je klompen aanvoelen dat dus je geld gewoon, terwijl je er naar zit te kijken, gewoon achteruit gaat. Ja. Dus er is best een logica te vinden achter dat beleggen. Um, ik denk wel. En dat is even mijn oproep, dat ik natuurlijk in al die jaren dat ik die beleggingsmarkt volg, vijf momenten in mijn leven heb meegemaakt dat het dus echt fout ging. He? Voor mij, voor ons eigenlijk allemaal. Uh, was natuurlijk 2008 het laatste moment, he? de kredietcrisis. Um, ja, ik zou eigenlijk iedereen die gaat beleggen, zou ik willen adviseren: ga dat boek nou eens lezen, The Big Short. Of ga die film bekijken, of doe beide, moet je zelf weten wat je doet. Maar daarin zie je eigenlijk wat er voor 2008 gebeurde. Ja, want op het moment dat de massa, de meute in beweging komt, ja, dan weet je, dat is voor mij dan staan alle signalen brood. Dan weet je, dan gaat er waarschijnlijk iets gebeuren. En één keer in de twaalf jaar krijg je een correctie, een stevige correctie. In de boek van The Big Short lees je, uh, of die film, zie je natuurlijk dat die, een aantal beleggingsexperts in 2006 aangaven dat alle licht op rood stonden. En de markt ging beleggen, beleggen, beleggen. Die hebben een vehikel opgericht, een beleggingsfirma opgericht, waarbij je feitelijk bij een negatieve beurs alle beleggers winst zouden maken. In 2007 hadden ze dat verwacht. De spanning op die groep werd steeds groter. Hun beleggers werden boos. 2008 werd de spanning nog groter en in september 2008 viel Lehman Brothers. En toen stortte het geldstelsel als een kaartenhuis in elkaar. En eigenlijk moet je kijken: van als je gaat beleggen, wat gebeurt er in die periode? En we zien een herhaling van zetten. We zien dezelfde ontwikkelingen nu. Dus ja, ik wil iedereen attenderen: denk na voordat je in die beleggingsmarkt stapt. We hadden het net al even over crypto en ook over beleggingen. Nu wat dieper in op die crypto ieder mm -hmm. Vooral jongeren, hè? dan hebben we het over jongvolwassenen tussen de 18 en de 30. Je moet sowieso minimaal 18 zijn, natuurlijk om mm dat -hmm. te mogen doen. Die beleggen in die crypto. Ze ja. zien het ook als een beetje een soort spelletje, ja. uh, iets spannends, een game. Ja, ja, dat dat komt natuurlijk omdat het allemaal ook op die mobiel afspeelt, hè? Ik, ik zie het bij jongeren die laten mij zo'n appje zien en dan zie je wat er allemaal gebeurt. En daar gaan ze vreselijk makkelijk mee om. En ze, ze, ze shoppen van ene coin crypto naar de andere. Het is voor hun echt een game. Dat zie, zie ik ook gewoon. Het is voor hun heel natuurlijk. Mm -hmm. eh, want aandelen, dat is heel ouderwets en traditioneel. En dat duurt allemaal lang voordat een aandeel een beetje in, in koerstijd. En dan heb je niets met dividend te maken. Wat is dat dan precies? Uh, is het een goede zaak, eigenlijk? Dat, dat jongeren uh, dit doen? Het Er twee kanten aan. Ik vind het heel goed dat jongeren dit doen. Ja, want uh, daardoor leren ze toch ook iets van die markt kennen. Ja, dus ik vind dat helemaal niet verkeerd. Maar ook hier, net zoals in het vorige onderwerp, doe het met geld dat je over hebt. En als ik dan lees, he, dit was een onderzoek van Niebut en van de Rabobank. Die aangeven dus dat 27% van alle jongvolwassenen belegt in crypto's. Totaal 42%. De rest doet dat dus in traditionele aandelen of een combinatie daarvan. Um, uh, of traditionele beleggingen bedoel ik eigenlijk. Maar 27% is een enorm aantal. En um, ja, ik, ik denk dat op het moment dat je een klein deel van je geld op deze manier belegt. Ja, en ook hier weer, verdiep je in de materie. Uh, kijk wat erachter zit. Ik had van de week of nee, een paar weken geleden met een jongere had ik het erover. Die ook uh, cryptos deed. En die liet zien wat voor rendement hij had gemaakt. Nou, echt goed gedaan. Iets van 26% of zo. Nou, doe je het fantastisch. Ja. En tegen 0,0001% bij de bank. Dus ja. hartstikke goed. Ja. Deze jongen deed het trouwens wel met het geld wat hij over had. En het, de winst die hij had gemaakt, vond ik ook heel verstandig van... die had hij ook gelijk teruggestort op zijn spaarrekening. Want deze oh ja. jongen had gewoon daarna zijn spaarrekening. Hmm. Hield hij gewoon aan. En hij had te wijzen voor. Zei, luister, ik zorg ervoor dat mijn spaargeld, wat ik heb, hou. En ik weet dat er nu inflatie is. Dus hij was niet achterlijk. Ik weet dat er inflatie is. En ik zorg dat ik elk jaar, net zo'n hoog bedrag stort... Wat Spaargeld in waarde afneemt. Dus ja, omdat die inflatie een beetje. Klopt, ze ja, recht recht. Zo ook spaargeld. Ja. En de rest deed hij heel goed. Maar toen ging ik wat verder vragen over he, zijn motivatie. Waarom? nou dat was helder, dat zag je ook. Maar toen ging ik wat dieper door op. Weet je wat de invloed is van centrale banken? He, die willen voor een deel dit systeem gaan verbieden. Ik, ik noemde even China, die eigenlijk die markt wil beheren en beheersen. Ja, dat, dat volte die niet echt. Ik zei, nou dat moet je eigenlijk ook nog volgen. En dat wil niet zeggen dat je mee moet stoppen, helemaal niet. Ga door op de manier waar je nu aan het doen bent. Maar verdiep je nog wat meer in. Het spel eromheen. Hè? Er is een spel omheen. En nogmaals, het kan heel goed dat een, dat een van de cryptomunten, welke dat ook is, straks misschien wel de munt gaat worden. Hè? Dus ik, ik sluit niks uit. Maar het is een markt die heel volatiel is. Dat wil zeggen heel bewegelijk. Ja. Het kan in één keer zijn dat je crypto in één keer stopt, weg is. En het is niet tastbaar. Ik ben natuurlijk heel traditioneel. Voor mij is tastbaar als ik mijn geld stop in een huurpandje. Dat is tastbaar. Als ik, nou heel plat gezegd, ik koop voor 10.000 euro goud. Hè? Dan heb ik zo'n een goudklompje naast me. Ja. Dat is tastbaar. Ja. Um, maar, maar kan ook fluctueren Ja, maar, dat, okay, maar één ding, vastgoed ga je nooit nat, goud ga je nooit nat. Dat kan niet. Ik bedoel dat, 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 dat blijft zijn waarde houden. En eigenlijk als je het goed doet zie je in al die tientallen, honderden jaren Alt die waarde. Alleen, waarde, ja, Alleen ja, dat ja. zijn geen spektakel. En bij zo'n zo Bitcoin ding een ja, ons Het kan gewoon 20% uh, fluctueren ja, per dag. Het is nou, ik, ik, ik had vorig jaar zei ik te iemand het is een casino en daar da, haakte die toen op in die zei dat vind ik niet waar en heb gelijk. dat was een kort door de bocht opmerking van mij. Daar ben ik trouwens goed in kort door de bocht. Opmerking, nee, dat nou? ja nee, maar het oh, is het, het is geen casino. Verhaal. <laughs> ik casino vind ik gewoon: ja, dan ga je gewoon gokken. En ik vind crypto geen gokken, laat ik daar duidelijk over zijn. Alleen, hmm. nou, nou, laat nou, 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 ik zo zeg maar: de de de, 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 zit, de zit een heel verhaal achter. Ja, uh, ja maar zit... dat kennen mensen vaak niet. Nee, dus dat voor van. die mensen is het toch een ja. soort van gokken of je nou fiches zet op rood of op zwart, omdat je zegt: ik stop 100 euro in zo'n crypto. Age. Ja, maar dan moet, je, dan moet je niet het, het verhaal erachter denken van: ik zet er nu 100 euro op en morgen is het 200 euro. dat is het casino. Ja. Gevoel, zo werkt het niet. Ja, bij nee. casino is natuurlijk nee. ook alles weg of heel veel uh, ja, ook gelijk. Ja. Ja. ja, en hier is natuurlijk niet alles weg. Nee. Nee. Het het kan de volgende dag iets minder waard zijn. Ja. Het kan ook iets meer waard zijn. Wat crypto ja. bedoel je? Ja, crypto. Ja, kan ook weg hè? Ja, Het minder waard zijn of ja. helemaal weg. Kijk, of het Niemand heeft een heel volwassen uh, advies. Je zegt, luister, je moet als, als alleenstaande moet je een buffetje hebben van, schrijven ze 35, euro, geloof ik. Moet je een ja, buffetje hebben dat als je wasmachine ja. kapot gaat, dat soort dingen. Ja, prima, prima, prima. Ja. dat is natuurlijk een heel wijze opmerking. Ja. En als wat je dan eventueel meer hebt, kan je daar iets mee gaan doen. Ja. Uh, maar op het moment dat je onder die 3500 komt, en dat zien ze ook in het onderzoek, mensen die minder dan 2500 euro hebben, die, uh, laat ik het zo stellen, wat ik zag in het onderzoek, hoe minder spaargeld ze hebben, hoe voller ze gaan in de crypto's. Ja. Tot en met, laten we zeggen, aan de andere kant van het spectrum, de student die een deel van zijn studielening gebruikt om in crypto. Te gaan. Ja, maar dat moet je niet doen. Dan ben je alle grenzen voorbij, nee, maar goed, dan ga je, je nat. Nee, maar als je dat voorbeeld aan... Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, die, die zeggen op televisie... in programma bijvoorbeeld, ik heb helemaal niks te besteden. Er liggen twee pakjes cheque naast en ze hebben vier huisdieren lopen. Weet je? Dan kun je ook zeggen, dan, dan moet je niet zeuren, want je rookt en je Klopsies. hebt Klopt. He? Dat is ook zo'n zo ja. voorbeeld. Ja. Daar gaan mensen ook ja. altijd op, op, op ja. los, op ja. dat soort uh, ja. reacties. Maar met alles wat je in het leven doet, ga niet mee met de hype. Want ik weet dat het is heel aanlokkelijk en aanstekelijk als je om je heen hoort... wat mensen allemaal voor rendementen maken. Maar één ding, ik bedoel, je ben 66. Ik heb ook momenten meegemaakt dat de zaken in elkaar klapte. En het gekke was dat ik op die verjaardag... nooit meer hoorde van hoe fantastisch het was geweest. Iedereen zweeg. Ja. Over het weer, of over de politiek. Ja, maar niet ja. meer over die fantastische beleggingen. Nee. Die verhalen hoor je niet. Nee, dus nee, nee. je moet toch en, en, je, en je moet ook denk mentaal uh, voorbereid zijn... op het moment, hè, met name naar de volwassenen, dat die crypto in één keer helemaal onderuit zakt. Maar dus wat zou nou jouw advies zijn? Hè? Ik bedoel... Is het dan toch uh, beter om in die traditionele be beleggingsfondsen te gaan... Uh, je geld daarin te stoppen? Of zeg je van nou, dat kun je deels doen... maar daarnaast zou ik wel ook adviseren om iets in die crypto uh, te Kijk, doen. Een oude, oude beleggingswijsheid is, Marco... dat je zorgt dat je, je beleggingen spreidt. Dat is zo traditioneel. Het is allemaal heel saai wat ik zeg, ja. maar spreiden. Dus een ja. beetje op de spaarrekening, een beetje beleggen. in aandelen. Een, beetje in een stukje obligaties. Maar goed, aandelen is wel een, ook een specifieke handel. Ik bedoel, als ik beleg in aandelen, heb ik altijd opties onder. Snap je? Ja. Als die aandeel onderuit gaat, dan win ik op mijn optie. Dus ja. ik kan mijn aandelen nooit echt kwijtraken, want er zit een optie onder. Ja. Maar Dan moet je wel weten wat je doet. Ja. Met alles in het leven, weet wat je doet, verdiep je erin en stap erin. Maar ik begrijp, het is, de druk is mega door die inflatie, mega door die spaarrente, wat je ook zegt, Arnoud, die eigenlijk ja. op nul staat. en de succesverhalen. En de Succesverhaal. Dat ja, die... op alle feestjes horen we. Het, Absoluut. Van, ja, en, ja. Ik ben tien jaar geleden in die ja. ja. ik heb Doe, ja, de kamer gestapt. Maar huis Doe mij een lol. Kijk even naar die film. Kijk mm -hmm. naar die film The Big Short. Ja. Laat op je inwerken wat daar gebeurde. in die hoofden van die beleggingsexperts. En we zitten in dezelfde periode. Ik roep niet wanneer, maar we zitten in dezelfde voorfase. Je bent een beetje de Nostradamus van de financiën geworden, mm. echt waar, Marco? <laughs> Goed, ben je de volgende week weer? Nee, hè? Denk nee, ik... nee, 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 nee. nee, nee, nee. Slaan nee. We voor de week af. Absoluut. Alflipsen, bedankt weer voor ja. alle tips en wijze advies. Oké. Okay.